Zo, goedemorgen beste mensen. Nou, ik dacht dat ik er even zou gaan zwemmen, maar het is koud. Het is niet normaal. Er staat een keihard windje. En het voelt echt aan als 4 graden of zo. Echt niet veel warmer. Dus die sla ik even over. Ik ga lekker een stukje rijden vandaag. En dan gaan we... Ja, ik heb hier 2 dagen gestaan. Dus dit is mijn laatste avond vanavond. Dus dat betekent dat ik nog even lekker een stukje ga rijden en nog een mooi plekje ga zoeken. En morgen hebben we helaas, ja, echt helaas, de boot alweer terug. Ik wilde graag langer blijven, maar het weer wordt slechter. En ja, ik heb ook nog wel wat dingen te doen in Nederland. Dus genoeg reden om terug te komen, dacht ik zo. Maar ik zet hier even de GoPro op. Kijk, daar staat hij al. Te wachten om aan te gaan. En dan gaan we eens even over deze weg heen klappen. Het is koud, ik ga gauw in de auto. Yay! Escort. Daar helemaal vooraan, daar rijdt hij ergens. Ja. Dit is alweer een plekje wel weer hoor. Tada! Dit is wel even een lekker plekje om vakantie af te sluiten hoor. En dan heb ik 0 campings gehad. Gewoon 0. In een maand tijd. Dit is toch goud. Hier kunnen we lekker gaan zitten. Kampvuurtje, barbecue aan. En hier kunnen we gaan vissen. Ja, dit is wel echt top. Hier word ik echt heel vrolijk van dit soort plekken gewoon. Goud, echt goud. Even kijken hoe wat met een vispas, dat had hij meestal wel aangegeven. Want als je geen vispas hebt in dit soort wateren, kunnen ze niet waarderen die Noren. Fiskeren, 2020. Even kijken hoor, 2 dagen kaart. €3,60. Nou, hey, daar kan je niet wakker van liggen. En verder heeft Julian geen idee wat er op dat kaartje staat. Oh man, dit is echt oud. Ja, topplek. Oké, ik heb mezelf een vispas. Dat was heel chill, dat ging prima eigenlijk. Ik snap niet heel veel van het Noors, maar daar kom je wel uit, om het zo te zeggen. Je kan gewoon betalen met je creditcard. En dan moet ik niet uitglijden, want het is koulo glad. Eerst even een spinnetje erop, dit is meer voor vliegvissen denk ik. Maar kan die mooi met de stroming mee. Daar gaat hij ook. Nou, eens kijken of we wat kunnen vangen hier.
prachtige omgeving is natuurlijk echt, slaat nergens op. Wauw. Woe, yes! Niet erin kletteren, ames. Jee! Noorwegen! Ja, dat is mooi. Nou, dat was het vissen weer voor nu eventjes. Beetje last van mijn rug. Dus ik denk dat ik maar beter gewoon even met de drone kan gaan vliegen. Het is nu een beetje droog. Dus ik zou zeggen, geniet even van deze drone shots. Ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Maar wat ik al zei, geniet! Goedemorgen beste mensen, de laatste dag is aangebroken. Dat is jammer. Ja, we hadden wat dingen te doen in Nederland, maar ja, het is wel jammer. Tori, het is super mooi weer man. Maar ik dacht, ik ga er even lekker van genieten. Ik maak er even een gruwelijk ontbijt. Bonen in tomatensaus, een paar eitjes, op een bolletje. En een bakje thee natuurlijk. Het lijkt wel op een Engels ontbijt, maar ja, dan moet nog een beetje... Worst, bacon, de hele reutemeteut bij, maar ja, dat hebben we niet. Maar dit is prima zo. Dit is een lekker ontbijtje om even een goede scheetjes te laten vanavond op de boot. Ik sta er met Joren en Emma, dus die vinden dat vast leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Tja, het is nu wel echt tijd om te gaan zwemmen. Met dit prachtige weer kunnen we natuurlijk niet laten. Op de laatste dag. Ja jongens, ik baal er echt enorm van, maar het is echt de laatste dag. Voor nu, voor deze keer, om er echt even het water in te gaan. Lekker hoor! Het zal wel rete koud zijn, maar ja, ik ben er inmiddels wel aan gewend. Het is overal niet zo heel warm het water. Als je Nederland gewend bent, dan is het in de zomer best wel warm hoor, het water. Vergeleken met hier. Lekker op en neer! Hey! Wat? Kijk dan jongens, wat een omgeving.
Beetje stroming, maar heerlijk. Oh. Nou, we hebben het gezien. We raken gauw uit. Oeps. Oepsie, dat ging niet helemaal goed. Yes, that's me. That's you. Had a nice trip. Okay, thank you. Lane number 3, please. 3, all right, yes. Thanks. Bye. Hey, who's the fit now? Bye. Ze komen net voorbij en zo. Ja, wij zijn VIP. Nou, de kans is groot dat ze mij ook weer straks voorbij komen, joh. Lachen, hoor. Wel leuk, wel gezellig dat we samen de boot hebben. Het zal wel flink aan de golvige kant zijn, want het waait echt enorm. Dat slaat nergens op. Het is eigenlijk gewoon, als de wind de andere kant op stond, dan konden we terugkijten gewoon. Met het hele spulletje. Ja, goud. Nou, dan gaan we hier even wachten, hè? Dan gaan we zo de boot op. Stemming bereikt. Nou, dat klopt wel aardig, ja. Kijk, dan ligt hij weer klaar voor ons, hoor. Het is de goud. We gaan een partij open auto's in, dat slaat helemaal nergens op voor. Ah, mooi. Over naar de GoPro. Half 6 gaan we vertrekken. Ik denk dat het iets over 5 is. Dus super chill. Geniet hoor. Laten we Noorwegen achter ons. Dan gaan we naar Denemarken. En ik denk dat Joren mij hebt om te vragen waar ik ben. Dus we gaan eens even kijken waar hij uithangt. We lachen. Even chillen. Even laten zien. Ja, hallo? Niet zo van mijn brand, maar moet je horen. Hey. Wow. Niet normaal, echt niet normaal. Kijk even, dames en heren, wie rijdt hier? Het kan er natuurlijk maar eentje wezen. Dat is familie Adventje. Daar gaan ze hoor, met een goede gedrag. Tot ze nog even willen zwaaien. Joejoe! Lekker hoor! Hey, houdoe! Zo! Hey!
Hey. Ja, toen waren we ineens weer thuis. Niet dat dit mijn huis is, maar we zijn in ieder geval weer in mijn hometown. Lekker zeg. Ja, het was in Denemarken zulk slecht weer, dus ik ben gewoon één klap naar huis gereden. En ja, zoals je ziet, hier was het beter. Had ik al gezien op de weersvoorspelling. Dus ja, dat was wel even een mooi avontuur, dat hele Noorwegen. Dat was echt helemaal top. Ik ben er een maand geweest. Veel te kort eigenlijk. En wat ik al vaker heb gezegd in de video's, ik ga daar sowieso vaker naartoe. Dit jaar helaas niet meer. Genoeg te doen. Er komen hele vette avonturen aan. Maar ja, ik dacht, ik ga het nog even afsluiten voor jullie natuurlijk. Is wel zo netjes. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar alle video's van Noorwegen. Abonneer op mijn kanaal, dat kan niet beneden. Dat is gewoon helemaal gratis. Waardeer ik enorm. Dus super tof dat je dat doet. En ja, we kunnen natuurlijk niet zomaar afsluiten dat ik hier gewoon lekker in mijn zwembroekje ga staan. En er natuurlijk niet in ga duiken, want in Noorwegen was het water hartstikke koud hier en daar. Maar hier, ja, hier moet het toch wel een stuk warmer zijn, denk ik zo. Oh, dit water is gewoon hartstikke warm, joh gek. Zo, nee serieus, dit water is, nou niet heel warm of zo, maar vergeleken met Noorwegen. Was ik er al lang uit geweest. Ik kreeg gewoon een spontane brain freeze af en toe. Oh no! Woe! Heerlijk!